De beste schakers ter wereld verzamelen zich vanmiddag op het veld van de Kuip. Omdat de allerbeste, wereldkampioen Magnus Carlsen, fanatiek voetbalfan is, trapt hij ook nog even een balletje met oud-Vijlander Ben Wijnstekers. De schaaktoppers zijn in Rotterdam om de vijfde ronde van het Tata Steel Chess Tournament te spelen, dat als thuisbasis Wijk aan Zee in Noord-Holland heeft. Sinds 2014 gaan wij met het toernooi het land in om het schaken ook naar de mensen toe te brengen. We vinden het uiteraard hartstikke leuk als de mensen naar Wijk aan Zee komen ons te bekijken. Maar dit concept werkt heel goed en in 2015 toen we in het gebouw van Rem Koolhaas speelden de Rotterdam. Het was zo succesvol, we zijn zo mooi ontvangen dat toen we de gelegenheid kregen om terug te keren naar Rotterdam en dan ook nog in het mooiste stadion van Nederland. Ja, toen dachten we dat moeten we niet laten lopen die kans. Feyenoord trainer Giovanni van Bronckhorst heeft de eer om de wedstrijddag te openen. Geen woorden, maar daden. Daarna is het tijd om stil te worden en genieten de vele fans van topschaken in Rotterdam. Ook 2 jaar geleden toen we in Rotterdam speelden was het ook al verbijsterend druk. Waren er ook over de hele dag denk ik zo'n 1000 toeschouwers. En hier vandaag in de Kuip was het ook verheugend om te zien dat om 1:30 mochten de mensen nog niet naar binnen. Maar toen was het al bom en bom vol toen de deuren naar de speelzaal open gingen. Peilden het meteen uit. En dat is voor mij denk ik toch een bewijs dat het concept gewoon goed werkt.